Chemicaliën voor stofproblemen in de industrie, krijt voor witte lijnen op het voetbalveld en substraten voor tuinbouw en retail. Mark is van alle markten thuis, maar ondernemen was niet zijn droom. Ik ben gewoon als Westlander was het beginnen op mijn 12 jaar met bakjespapieren voor de tomatenkweker. Daarna werd het rozen knippen en dat is dan ook rozenbossen en pluizen. Toen ging mijn interesse toch wat meer naar de audiovisuele kant. Dus cameraman en ook geluidstechnicus. Dat heb ik gedaan bij Party Entertainment Sound, heette dat destijds. Aad van Hoeven uit Maasdijk. En ondertussen had ik wat bijbaantjes bij de Radio Westland, maar ook de WOS. Er staan grote uitdagingen op het pad van ondernemers, zoals de klimaatproblematiek. We hebben altijd de ambitie gehad om de groenste of duurzaamste tuinbouwgemeente van Nederland te zijn. Maar streep dat tuinbouw maar door. We hebben echt nu de doelstelling om de meest duurzame gemeente te zijn van het land. En hopen dat dan misschien ook nog Europa kan worden. Maar dat wordt hard werken. Het meeste verheugt de nieuwe voorzitter zich op de innovaties die de komende jaren gaan komen. En het minste? Nou, ik hoop dat de vergaderingen niet al te saai zijn. Dat de mensen niet al te veel door elkaar heen praten, want dan moet je als voorzitter ingrijpen. Maar verder kijk ik niet echt tegen heel veel zaken op.